Bijkans 11.000 leerlingen zijn vandaag begonnen met de gelootoets. Wij namen een kijkje op de Blijdschool aan de Gemeenelandsweg en de Sint-Josefschool aan de J.A. Pengelstraat. De leerlingen hebben vandaag tekstbegrip, hoofdrekenen en adreskunde gemaakt. Op de Sint-Josefschool hebben twee typen leerlingen deelgenomen aan de toets. Leerlingen die overdag op school gaan en volwassenen die 's middags les volgen om alsnog hun gelogen getuigschrift te behalen. Morgen maken de leerlingen redactie en geschiedenis. De toets duurt tot en met vrijdag.